De zon zakt langzaam achter de horizon aan het begin van onze ontdekkingsreis door Tunesië. Een land vol geschiedenis en prachtige landschappen. We beginnen onze reis in de Medina van Tunis, een oeroud doolhof van straatjes en markten. De oorsprong van deze Medina gaat terug tot de 7e eeuw. Het was een strategisch knooppunt voor handelaren uit verschillende culturen van de wereld. Door de eeuwen heen heeft het verschillende culturele invloeden gekend, van Arabisch tot Ottomaans. Wanneer we de Medina verlaten, zien we de abrupte overgang van traditioneel naar modern Tunesië. Het Bardo Museum huisvest een van de meest indrukwekkende collecties Romeinse mozaïeken van de wereld. In het museum vond in 2015 een bloedige aanslag plaats. De kunstwerken in het museum dateren vanaf de 2e eeuw na Christus. Ze vertellen over het alledaagse leven, mythen en legendes van die tijd. Deze mozaïeken, die oorspronkelijk in oude Romeinse villa's lagen, tonen de verfijning en artistieke vaardigheden van die periode. Sidi Bou Said wordt gekenmerkt door zijn witte huizen met blauwe deuren en raamkozijnen. Het werd in de 12e eeuw gesticht door de oude Feniciërs. Het is genoemd naar Sidi Bou Said, een heilige die in die tijd in Tunis woonde.
De kenmerkende stijl van Sidi Bou Said ontstond om de verzengende hitte van de regio tegen te gaan. De witte muren weerkaatsen de zonnestralen en helpen de interieurs koel te houden, terwijl de blauwe tinten insecten zouden afweren. Carthago, een eeuwenoude stad gesticht door de Feniciërs, vormde ooit een machtig rijk dat de Middellandse Zee beheerste. Opgravingen onthullen de restanten van een glorieuze beschaving. Op deze offerplaats werden jonge kinderen geofferd, giften om goddelijke gunst of bescherming te krijgen. Carthago had uitgebreide handelsnetwerken langs de Middellandse Zee. Het amfitheater van Carthago werd gebouwd in de 2e eeuw na Christus. Soms worden er nog concerten en voorstellingen gegeven. Door een droog landschap met overal olijfboomgaarden zijn we op weg naar Maia. Een kuststad die zijn oorsprong vindt in de maatschappij van de Fatimiden, een islamitische dynastie die regeerde van de 10e tot de 12e eeuw. De boulevard van Madia biedt een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee. De Medina van Madia, opgericht in de 10e eeuw, is een goed bewaard gebleven deel van de stad. Er zijn weverijen, aardewerkateliers en winkeltjes met handgemaakte producten. Generaties lang hebben vakmensen in Madia textiel geweven. Sommige weverijen in Madia zijn open voor bezoekers. Op de levendige vismarkt worden verse tonijn, inktvis, garnalen en heel veel andere vissoorten verkocht. In El Djem staat een van de best bewaarde Romeinse amfitheaters buiten Italië. Dit bouwwerk getuigt van het rijke culturele leven van de oude stad Tisdrus, die eens een belangrijke plaats was langs de Romeinse handelsroutes. Het amfitheater van El Djem werd gebouwd in de 3e eeuw na Christus. Het bood ooit plaats aan maximaal 35.000 toeschouwers. Er vonden gladiatorengevechten, wagenrennen en theatervoorstellingen plaats en er werden christenen geëxecuteerd. Het grote en goed bewaarde theater is een van de belangrijkste nog bestaande Romeinse amfitheaters in de wereld.
El Ambra, een belangrijke haven voor immigranten die via Lampedusa in de Europese Unie proberen te komen. We zijn onderweg naar Sfax, de op één na grootste stad van Tunesië. Het is een belangrijk commercieel centrum, vooral voor olie, olijfolieproducten en textiel. De Medina van Sfax is een van de oudste en best bewaarde medina's in Tunesië, opgericht in de 9e eeuw. Het is een doolhof van smalle steegjes, traditionele huizen en markten. Er zijn geen toeristen en het aanbod is volledig gericht op de lokale bevolking. We zien geen enkel winkeltje met souvenirs. De oude stadsmuren zijn nog steeds gedeeltelijk bewaard gebleven. We rijden door naar Matmata. In Matmata zijn huizen uitgehouwen in de zachte kalkstenen rotsen en bestaan uit een netwerk van grotten en kamers tot diep in de grond. Onze volgende bestemming is Tozeur, de eerste oase in de Sahara. Veel huizen hebben ingewikkeld metselwerk. Driedimensionale patronen op de bakstenen muren zorgen voor wat schaduw. Het helpt om de gebouwen koeler te houden. De Medina van Tozeur uit de 14e eeuw was ooit een karavaanhalte op de handelsroute tussen de Middellandse Zee en de Sahara. Als we er komen, halverwege de middag, is het uitgestorven. De wekelijkse openluchtmarkt van Tozeur is een levendige plek waar veel kleding te koop is, maar ook levensmiddelen, ijzerwaren en allerlei andere spullen te vinden zijn. What
In Tunesië zijn verschillende filmsets te vinden die werden gebruikt voor de opnames van enkele Star Wars films. Het land diende als een schilderachtig en uniek decor voor de fictieve planeet Tatooine. Lars Homestead is een locatie in het Star Wars universum. Het was een belangrijke locatie in de films, vooral in Star Wars Episode 4, A New Hope. Sidi Boulel is een andere plaats in Tunesië waar een Star Wars filmset te vinden is. Hier werden onder meer opnames gemaakt voor Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. In Degash vinden we een palmboombos, een oase van rust en groen te midden van de droge omgeving. Het mag een chi. Deze bloedje, dat is liefst. Met een chi en dan drinken. Ja. Mag een wijn. Het heeft al 4 jaar niet meer geregend. En dat is henna. Ja, trokken het en stampen. Ja. En dan met wasser, haren, handen, ja. Füße. Ja. Koche Zeit. Wenn gibt's koche Zeit, machen da. De kloof van Mides is het resultaat van de constante stroom van water door de kloof, waardoor de zachte kalksteen- en zandsteenlagen geleidelijk erodeerden, zodat indrukwekkende rotswanden ontstonden. Hierdoor is een spectaculair landschap ontstaan. Het is mogelijk om lange afstanden in de kloof te wandelen. Een deel van het dorp Mides raakte onbewoond na overstromingen in 1969. De overstromingen veroorzaakten aanzienlijke schade en leidden ertoe dat veel inwoners het gebied verlieten, waardoor delen van het dorp verlaten achterbleven. De Grande Cascade de Tamerza is een prachtige waterval in de buurt van het dorp Tamerza, ten noorden van Tozeur. Het is een opvallende bezienswaardigheid in deze dorre omgeving. Tous is een startpunt voor expedities en excursies naar de Sahara. Tous heeft een levendige markt waar naast levensmiddelen, tapijten, sieraden en traditionele producten verkocht worden. De dadels van Douce behoren tot de beste van Tunesië. Ze zijn heel belangrijk voor de economie van de stad. De regio heeft het juiste klimaat, waaronder hoge temperaturen, en het heeft ook vruchtbare grond. Perfect voor de groei van dadelpalmen en de productie van hoogwaardige dadels. De dadels worden vaak vers gegeten, maar ze worden ook gedroogd of verwerkt tot andere producten, zoals dadelpasta en siroop. Veel dadels worden verpakt voor de export. MUZIEK.
tocht door de zandduinen is prachtig, maar vraagt wel de nodige oefening van de chauffeur. Een Bedouïne laat net gebakken brood proeven. Een mix van bloem, water en zout wordt tot deeg gekneed en gevormd tot een platte schijf. De schijf wordt tussen gloeiende kooltjes gelegd. Woestijnrozen zijn natuurlijke kristallen die gevonden worden in een droge, zanderige omgeving. Ze worden gevormd door de verdamping van water dat mineralen zoals gips of bariet bevat. Met een laatste blik op de woestijn eindigt ons reis door dit geweldige land. Terwijl we afscheid nemen en terugkijken op Tunis, koesteren we de herinneringen aan onze fantastische reis door de geschiedenis en de landschappen van Tunesië.